CBN Prime Alert van vrijdag 16 december 2016. Uw aandacht voor de headlines. EBS-directeur Permisser. Actieve en productieve jaar voor EBS. Ambassadeur China schenkt kogelvrije vesten aan KPS. Huldigingen bij Openbaar Groen. Man die gegeven spullen opeist van ex-vriendin brengt haar steken toe. 23 ronden hogerkaderopleiding CIFES met goed gevolg af. Opa Doelie voorlichtingsfilmpjes voor de jeugd. Politie onderschept grote hoeveelheid smokkelwaar. Leger desheils geeft 2000 pakketten in Paramaribo. En onderwijsminister Penu gedenkt 9 sociale instellingen. De directeur van de energiebedrijven Suriname NV, EBS NV, Dr. Anders Rabin Permisser, die noemt het jaar 2016 voor wat EBS aangaat een actieve en zeer productieve jaar. Dat gaf Permisser vandaag te kennen op een persconferentie. We voeren u naar fragmenten uit de persconferentie waar Permisser is ingegaan op een aantal zaken. Zonder meer kan 2016 als een heel actieve, productieve jaar beschouwd worden wat EBS betreft. En uit mijn listing van een aantal zaken gaat u dat merken. Ik stel voor dat ik een aantal zaken de revue laat passeren en aangevuld eventueel door mijn collega-directeuren en uw vragen en opmerkingen. Zo begin van het jaar bent u allen min of meer verrast geworden door mijn benoeming daar te EBS. Ik had het begin vorig jaar ook niet kunnen bevroeden dat ik daar zou zijn. Maar goed, met de elektriciteitswet in handen zijn we aan de slag gegaan. Zoals u weet is er een decennia lange wens die wij geïmplementeerd hebben uiteindelijk, de durf en moed van deze regering. Om de metbehulp van het parlement, en toen was ik ook een deel van het parlement, om de elektriciteitswet te behandelen en aan te nemen in het parlement. Er waren van heel veel verschillende versies van de elektriciteitswet, de rol van EBS en noem maar op. Uiteindelijk is uit de bus gekomen een wet zoals het nu is, waarbij wij dat geordend hebben langs de lijn van dat de overheid zelf de enige aandeelhouder is, de staat Suriname dan. En waar wij de zaken rondom opwekking, de brandstofbasis hebben gehouden. En dat gedeelte van opwekking alternatieve bronnen, daar is er ruimte voor spelers, particulier initiatief. En dat is gedaan omdat wij af willen, en daar vraag ik u aandacht voor. De afgerond 63% van de opwekking is nog op de oude basis, op brandstofbasis, fuel. En dat willen we stap voor stap verder verminderen. Vergeleken met een aantal landen in de regio, dankzij het stuwmeer, hebben we groot aandeel die hydro, toch? Maar 63% van de opwekking, ja toch, is nog steeds op de verouderde manier. Er zijn plannen om dat verder zo snel mogelijk te verminderen. Maar goed, dat zijn in de komende jaren de projecten die we hebben. Daarnaast is de wet 1, waarbij een enorme transparantie geïmplementeerd moet worden, wat de bedrijfsvoering betreft. Daardoor moeten delen van het bedrijf in aparte administratieve units komen en heel transparant moeten de zaken geadministreerd worden, zodat het heel duidelijk is wat exact wat kost. Ja, wat de opwekking kost, wat netbeheer kost, en noemt u maar op verder. Ik moet u aangeven dat wij op een aantal gebieden als bedrijf enorm en nogmaals enorm actief zijn. Vele mensen maken lange dagen, niet alleen, maar maken ook extra dagen. Dat bedoel ik, niet vijf dagen per week is niet voldoende. Dat is de spirit zit erin om de zaken aan te pakken. Als ik u aangeef, op het gebied van automatisering zijn wij met een vijftal zware programma's bezig. ERP,
en de price resource planning. Totaal bedrijf wordt helemaal totaal en geautomatiseerd. Geen enkel bedrijf zo totaal zoals wij aan het doen zijn is gelukt om dat te implementeren nog. Een ander bedrijf heeft een versmalde versie die ze al jaren mee bezig zijn, maar wij zijn voortvarend bezig en eind 18 hebben we, zoals ik begrepen heb, hebben we dat geïmplementeerd. De processen voltrekken zich heel goed conform planning. De GIS, SCADA en noem maar op, ik zal u nu vermoeien, daarom zeg ik een vijftal zware programma's die geïmplementeerd worden. Dat alleen is heel druk, ja, voor de mensen. En dat doen we. Ja, velen hebben de discussies gehad rondom de tariefs en de discussies, de tariefsaanpassing, et cetera. Ja, inefficiëntie, veel mensen die daar werken, et cetera, et cetera. Maar het gaat om mensen. Als je over medewerkers praat en de mannen aan een koloba, bij wijze van spreken, koolabatratie gebruiken in je vrienden mee, humaan, en kijken hoe je met elkaar als er een man omgaat. We hebben nu pakweg 1325 medewerkers. Toen ik kwam waren er 1365 medewerkers. Eind van het jaar hebben we zo opgeteld dat we dit jaar van 80 medewerkers op een fatsoenlijke manier afscheid zullen hebben genomen. Dus 80 minder. Er zijn in de tussentijd geen nieuwe aantrekkingen geweest. Dus op die manier, op een verantwoorde manier, mensen die met pensioen gaan, mensen die zelf kiezen om naar het buitenland te gaan, dat zijn maar enkele. Maar mensen die ook in contracten verlengen niet. Wij kiezen als directie, zolang we de ruimte hebben van de aandeelhouder. Wij kiezen voor het beleid van rustig, stramangs, niet voor gedwongen ontslagen. Daar kiest de directie voor. Maar dat hebben we met OWAS en anderen goed besproken. Dat betekent dus ook, en dat is goed doorgedrongen in het bedrijf, dat we wat flexibeler opstelling van de managers en de afdelingen. Waar door efficiënties lagen, sommige afdelingen met wat minder mensen kunnen doen, wordt belief gevraagd dat die mensen naar een andere afdeling, misschien niet het primaire, hoe het weer, taakomschrijving is, die er is geweest. Maar dat is veel beter, dan heb je een inkomen in deze tijd, weet u. Dus die weg zijn we opgegaan. De afdelingen worden, zoals ik zei, heel efficiënt ingericht. Het is niet makkelijk. Het gaat om mensen. Je kan machines kopen, andere types machines, en snel implementeren. Maar zo gauw het om mensen gaat, verandering van gedrag, veranderen van mind, is toch iets wat langer in beslag neemt. Daar wil ik u aandacht voor vragen. Maar dat gaat, dat gaat. Waar wij als bedrijf enorm trots op zijn, is dat onze inkoop, wat altijd een discussie is geweest, contracten links en rechts en noem maar op, dat we met trots kunnen vaststellen dat onze inkopen allemaal zeer en zeer transparant zijn. Wie ook kritiek mag hebben, wie wat meer informatie wil hebben, is welkom. Vanaf januari dit jaar is alles wat we gekocht hebben, op welke wijze, is open en transparant. Is gearchiveerd. Ja, waarbij je kunt zien, de procedures zijn doorlopen, openbare aanbesteding, zo niet gespecialiseerde zaken op uitnodiging, waarom er, hoe je dat weer, een vergunningsadviescommissie, samen met, hoe je dat weer, de afdelingen, de technici en noem maar op, wat voor fietsen zijn gekomen, waarvoor uiteindelijk gekozen is, alles is transparant te volgen. Daar ben ik heel trots op. Maar dat is het wat de wet ook voorschrijft, transparantie, transparantie en transparantie. Waarbij we zeggen, waarom, een van de gouden regels is, waarom moet je via tussenpersonen kopen? Zoveel als mogelijk bij de bron, en dat doen we dan. Weet je, waar de fabrikant, et cetera, et cetera. Daarbij, moet ik aangeven, dat het een enorme transformatie binnen het bedrijf is. Dat we nu met specs moeten komen, de managers moeten dat beschrijven, heel gedetailleerd. Als je kabels koopt bijvoorbeeld, dat kopen we meer dan 100 kilometer op jaarbasis, dan moet je aangeven wat voor type en welke specificaties we moeten voldoen. Een aantal mensen waren dat niet meer gewend. Oké, takes a little time, maar daar komen we. Maar dat betekent ook dat een aantal zaken wat langer duren voordat we halen. Zoals u hier achter ons ziet, de transformatoren.
die we binnen hebben gehaald. Daar is pak weg afgerond een half jaar aan studie intern. Wat voor types moet je hebben? Alle beschrijvingen, minutieus, alle communicatie, honderden mails, wisselingen geweest met de fabrikant. We hebben zelfs mensen verstuurd naar de fabriek om te kijken, et cetera, et cetera. En toch merk je op bepaalde punten, moeten nog correcties aangebracht worden. Dat is, weet je, met de fabrikant goed afgesproken. Nou, die weg, en dat betekent dat het zo lang duurt. En daarom doen we die bijeenkomst hier, te midden van de materialen, et cetera. Daar kom ik straks uitgebreider op in. Dat wij op dit moment afgerond en afgerond naar boven, dat verandert iedere dag, 2300 aansluitingen hebben nog te doen, dat is de achterstand. In het afgelopen jaar hebben we iets meer dan 5000 aansluitingen gerealiseerd. In een periode waar er sprake was van enorme schaarste en noem maar op, als ik dat afzet wat we gedaan hebben, is een enorme prestatie. Mijn complimenten aan al de medewerkers van ons die met grote creativiteit dat aan de dag hebben gelegd. En we hebben nu een achterstand van pakweg afgerond 2300. De planning is zo. We hebben nu op dit moment iets meer dan 400 transformatoren. U ziet het. Daarom heb ik bewust gekozen dat u dat ook ziet en via u de samenleving. Rond de eerste week januari komt weer een bunch. Dan zitten we op ongeveer 700 transformatoren. Daarmee zullen wij een groot gedeelte, of bijna het hele jaar, een groot gedeelte zeker, rond het derde kwartaal van 2017 hebben gehaald. En daarmee hebben we alle achterstanden al weggewerkt. De kabels komen volgende week al binnen. En dan een grote bunch in begin januari. De meters komen binnen. En ik dacht 2.500 op 23 december. En zo, ik ga u niet verder vermoeien. Dus de materialen zijn in planning. Er zijn enkele materialen die in de eerste week van januari binnen hebben. En dan is de planning, daar hebben wij een directieverband. Dat valt onder de CEO, meneer Jan, met meneer Wilson is hier. Er is een planning dat we vanaf begin, medio januari ongeveer beginnen met z'n allen. De target is 100 aansluitingen per dag. En met bits en pieces hier en daar wat niet gehaald wordt. Dus in drie, vier maanden tijd moet dat alles ingehaald zijn. Van hieruit een verontschuldiging. En dat de mensen aansluitingen dat begrijpen worden dat het lang duurt. Sommige mensen wachten al 3 jaren en langer. Maar dit vooruitzicht willen we geven. Dat die aansluitingen, ik zie iemand hier die me ook gebeld heeft een paar keren. Ja, dacht waarom de aansluitingen? Daar hebben we begrip voor, onze verontschuldigingen. Maar dan proberen we op deze manier die informatie via u de samenleving te doen toekomen. Ik ben ook blij dat we met name die grootgebruikers, de bedrijven, etc. ook in deze periode kunnen helpen. Want elektriciteit, we praten daar soms makkelijk door over. Maar dat we even stil bij staan. Zonder elektriciteit, zonder goede infrastructuur voor elektriciteitsvoorziening, is er ook geen basis voor werkgelegenheid en bedrijfsleven. Dan kunnen die bedrijven ook niet komen. Korpschef Agnes Daniel heeft vandaag uit handen van de ambassadeur van China, Shan Yingxiong, symbolisch een kogelvrije vest ontvangen. Een partij kogelvrije vesten zijn door de Chinese ambassadeur gedoneerd aan het Korps Politie Suriname. We voeren u naar dat moment hedenmorgen bij het Korps Politie Suriname aan de Duisburglaan. Gaarne wil ik namens de ambassade 30 kogelvrij vesten aan de Korps Politie Suriname schenken. Ik herinner me heel goed dat bij mijn beleefdheidsbezoek aan de korpschef we hebben gepraat over de veiligheidssituatie in Suriname. Toen hebben wij ook zorgen gemaakt voor de persoonlijke veiligheid van de politieagenten die elke dag moeten geconfronteerd zijn met de misdadigers. Op het verzoek van mevrouw Daniel hebben wij voor onze begroting geld vrijgemaakt en 30 kogelvrije vesten gekocht. Hiermee hopen wij van harte
dat wij ons bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de actiebereidheid van de politie en het verbeteren van de veiligheidssituatie in Paramaribo. Een veilige en stabiele sociale omgeving is een fundamentele voorwaarde om investeringen aan te trekken en de economie te bevorderen. Beïnvloed door verschillende factoren kampt Suriname met tijdelijke economische moeilijkheden en het neergaan van veiligheidstoestand. Mensen maken zich ongerust over hun leven en bezittingen. 2 dagen geleden is de familie van de heer Liu Yiqiang, ondervoorzitter van Guangyi Tangshen, beroofd en zijn vader stierf aan de zware verwondingen. We hopen dat de politie alles wat zij kunnen doet en de misdadiger voor het gerecht zullen brengen. We willen heel graag doorgaan met ons ondersteunen en de rol van brug spelen tussen de korps, politie en de Chinese verenigingen, Chinese bedrijven en de Chinese Chinese Development Assistance Center. Dit jaar staat in het teken van de 40ste jubileum van de diplomatieke betrekkingen tussen China en Suriname. Gepaard met de vruchtbare economische samenwerkingen in de laatste 4 decennia is onze samenwerking met KBS ook verdiepend, met steeds meer uitwisselingen van politieagenten en trainingprogramma's. We zijn ervan overtuigd dat door onze gemeenschappelijke inspanningen onze samenwerking steeds uitgebreid zal worden en steeds meer prestaties zullen worden behaald. De ambassadeur heeft daarnet gememoreerd dat we bij zijn kennismakingsbezoek aan het Korps Politie Suriname we een verkennend gesprek hebben gehad en zijn nagegaan wat de stand van zaken is in de samenwerking en welke samenwerkingspunten er zijn. Bij die gelegenheid heb ik aangegeven dat we als organisatie geroepen zijn om zorg te dragen voor veiligheid, mede zorg te dragen voor veiligheid in het land. Maar dat we ook een verantwoordelijkheid hebben naar onze medewerkers om ervoor te zorgen dat ze goede werkomstandigheden hebben. En een onderdeel van die werkomstandigheden is dat hun uitrusting met betrekking tot veiligheid ook op een bepaald niveau is. En in dat verband heb ik gevraagd of de mogelijkheid bestond dat vanuit met medewerking van de ambassadeur we konden beschikken over veiligheidsvesten. En vandaag is het zover dat we 30 veiligheidsvesten in ontvangst mogen nemen. Deze veiligheidsvesten, de schenking, is een van de vele zaken die we hebben gehad gedurende de samenwerking. Ik noem bijvoorbeeld verschillende trainingsmogelijkheden die onze medewerkers hebben gehad. We hebben mensen naar China kunnen sturen voor verschillende trainingen. En daarnaast hebben we een structureel overleg ingebouwd met de entrepreneurs die deel uitmaken van de Chinese gemeenschap. Om in verband met veiligheid en veiligheidssituaties steeds met ze te overleggen. Zodat ze een beetje alerter zijn en ook wij weten wat hun knelpunten zijn. En we hebben ook wat middelen gehad om onze bedrijfsvoering te versterken. Maar dat is niet het einde, want er staat nog veel meer op schema. Zo zijn we bezig een MOU voor te bereiden om meer inhoud en diepgang en structuur te brengen in de reeds bestaande samenwerking. Op korte termijn krijgen we ook nog 2 voertuigen die geschikt zullen zijn om beveiligde operaties uit te voeren. Dus dat zijn zaken die al in het kort even gezegd nog al geweest zijn of ook op de agenda staan. Hiermee wil ik aangeven dat we met de Volksrepubliek China, vertegenwoordigd door de ambassade hier te landen, een hele goede interactie hebben en een hele goede samenwerking. En deze samenwerking, daar zijn we heel trots en content mee. En we kijken graag uit naar een verdere diepgang en verbetering en meer inhoud.
En ik denk dat dat tot stand zal komen op het moment dat we de MOU getekend hebben. Want dan kunnen we veel verder strekkende en veel diepgaandere samenwerkingspunten ter wederzijds voordeel gaan uitvoeren. De bond bij Milieubeheer, APBM, die heeft vandaag, zoals dat traditiegetrouw toch wel eens gebeurt, personen die langer dan 20 en 25 jaren trouwendienst hebben bewezen aan openbaar groen, oftewel milieubeheer, gehuldigd. Daarnaast zijn er ook nog, het is toch wel een dag geweest met een heleboel. De mensen hebben in feite het jaar feestelijk hier afgesloten op openbaar groen met speeches, hapjes, drinken, gezelligheid, muziek, dans. Wij voeren u naar het verslag welke wij hadden met APBM-voorzitter, de heer Hugo Blanker. APBM-voorzitter, heer Hugo Blanker. De huldiging vandaag, een traditie welk elk jaar toch wel voortgezet. Is dit makkelijk gegaan? Ja, laat me maar haasten te zeggen dat we... Eigenlijk voel ik me apetrots. We zijn apetrots als bond, als bestuur. Omdat deze dag niet mogelijk zo was als de leden niet hadden meegewerkt. Niet alleen dat het hun contributie is waarmee dit georganiseerd is. Maar gezien het grote aantal leden, ruim 250 plus 1, want ze mochten allemaal 1 gezinslid meenemen. Plus de mensen uit de districten hebben we gehaald. Hebben bus betaald. In een enkel geval heeft het Nationaal Leger kunnen helpen. En omdat de kosten zo hoog gestegen waren, hebben de leden, de overige leden die niet gehuldigd worden, die hebben besloten dat ze dit jaar een 80, 85 gulden jaarlijks geven, dat ze dat dit jaar willen laten besteden voor de huldiging. Okay. Er moet nagaan dat de contributie bij ons is 10 SRD per lid. Over 12 maanden zou het 120 SRD per lid worden. En daarvan gaat dus 80, 85 terug naar de leden. Ga maar na hoeveel geld het bestuur overhoudt. Maar omdat we nog grote organisaties zijn, kunnen we bepaalde dingen. Dus we zijn blij dat de leden ons die ruimte gegeven hebben. Hoeveel mensen zijn er vandaag gehuldigd? Dat gaf ik u aan op papier 350 mensen wat betreft jubilarissen, 350. Ja. En in allerlei functies? Ja, gelukkig dat wij hier geen onderscheid hebben vanaf de onderhoudsman tot en met, ik weet niet of we iemand in de staf hebben die gehuldigd is. Ik denk het haast wel. Ja. Maar wat is toch wel de boodschap die aan hun is meegegeven? Iedereen heeft het over eenheid gehad. Iedereen heeft het gehad over waardering. En u begrijpt dat de bond heeft gehad over extra, over strijd. Maar ook over andere zaken. En ik denk dat de mensen dat hebben aangevoeld. Ik denk dat de mensen helemaal in sfeer was. U weet, we hebben een zeer strijdbaar jaar achter de rug. En met deze activiteit denk ik dat iedereen nu zijn tori op zijn plaats is. Dat zou ik je net vragen. Hoe is het APBM-jaar geweest? Strijdbaar. Ja. Waarvoor met name? Voor realisatie van verschillende punten van de mensen. Is er toch veel, hebben jullie toch wel veel kunnen realiseren? Dus in elk geval wordt er rekening met ons gehouden. En daarbinnen... op het moment als deze past het om toch wel de minister van Binnenlandse Zaken ook de erkentelijkheid uit te spreken. Want met uitzondering van, u heeft net gehoord een paar leden die vinden dat hun gratificatie nog niet betaald is. Maar we hebben toch veel wat ondersteuning gehad vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. U zei de rode draad door de speeches is eenheid geweest. Is de eenheid zoek hier? Nee. Juist omdat de eenheid er is, hebben we zoveel kunnen bereiken. En wat is er wat de bond toch wil voor 2017? Voor 2017 dat iedereen in goede conditie is. Goede fysieke en mentale conditie. Maar vroeg in 2017, onze target is toch wel de verzelfstandiging en een loopbaanontwikkelingstraject. Hoe is de samenwerking geweest met minister Wolf?
Het probleem is dat wanneer je praat met journalisten, die proberen hun werk goed te doen. Ja, dankzij de interventie, de bemiddeling van onze adviseur Mike Salons, hebben we een goed gesprek gehad met meneer Wolf en ik hoop dat we partij zich aan hun woord houden. Ja. In die gemeenschap leeft er dat er waarschijnlijk toch wel geruscheveld zal worden bij OW. Nu al worden er namen genoemd. Is dat de bond ook ter oren gekomen? We horen dat verhaal al lang, maar voor ons is dat niet van belang. Voor ons is van belang dat zaken van ons gereserveerd moeten worden. En inderdaad, meneer Wolf, ik was vergeten te zeggen, die vraagt dus een beetje geduld van de mensen in verband met een moeilijke situatie. Maar dat is iets, we hebben daar niet op gereageerd. Maar ik denk niet dat we in zullen gaan op een verzoek van meneer Wolf om ten aanzien van de moeilijke situatie een beetje geduld te betrachten. Ik denk dat andere mensen, we hebben ook de president uitgenodigd hier, tijdig. En het zou fijn zijn als hij hier was en hij dat beroep zou hebben gedaan. Want ministers kunnen net zo goede voornemens hebben. Ik denk dat wij al voldoende, de leden, al voldoende pijn lijden. En wat dat betreft zou het eerlijk zijn als we de overheid pakketten beschikbaar stelt, dat ze dat overal beschikbaar stelt. Het kan niet zo zijn dat alleen maar plaatsen waar de overheid denkt dat er haar mensen zijn, dat alleen die plaatsen die mensen in aanmerking mogen komen. Ik denk dat we hier ruim 1500, bijna 2000 mensen en werkers hebben. En dan past het wanneer je eenmaal begint dat het ook hier moet gebeuren. Het is onze belasting geld. En, maar ja, desondanks ziet u waartoe we in staat zijn. Ja. Is het wel een minister die heeft gewerkt dit jaar? Is het wel? Is het een minister die dit jaar wel heeft gewerkt? Is er een minister, vraagt u? De minister van Openbare Werken. Gewerkt. Ja, heeft hij gewerkt? Hebben jullie dat gemerkt? We hebben gewerkt. Ja. Ik weet of die minister gewerkt heeft, maar wij als milieubeheer, u zegt openbaar groen, we hebben keihard gewerkt, ja. Wat bedoel je? We hebben gewerkt. Mm-hmm. Alleen, we hebben niet goed betaald gekregen, we hebben gewerkt. Ja. En ik had het niet over jullie, ik had het over de minister. Maar laat me het zo zeggen dat inderdaad die minister voor nog meer middelen moest zoeken, zodat wij konden werken. Een van de dingen waarvoor we bang zijn dat het komend jaar problemen gaat geven, is veiligheidsgoed. Als men wil dat we goed werken, moet die veiligheidsschoeisel beschikbaar zijn. Ik heb niet begrepen dat de mensen al zijn opgeroepen om hun schoeisel te komen halen, zodat ze per 1 januari daarmee kunnen werken. Maar ja, we kijken uit naar wat de toezeggingen. Maar als u ze vandaag in plaats van een kerstpakket een veiligheidsschoeisel had gegeven, zouden ze u dat verkwalijken? Nou, laat me het zo zeggen dat wij, het ministerie, hebben voorgeschoten 10.000 gulden al bijna 3 jaar. En geloof me, ik heb er bijna voor moeten vechten bij het ministerie van Financiën. We hebben die 10.000 nog steeds niet. En een ezel, we zien eruit als een ezel, maar we steunen als die 2 maal dezelfde steen. Wat is toch wel die kritiek uit die gemeenschap die men toch wel heeft op milieubeheer? Luister. Als je mijn speech zou inkijken, het is makkelijk om te vinden dat milieubeheer de straat niet onderhoudt. Maar wie gooit dat die troep op straat? En als de stad 2 keer per dag wordt schoongemaakt en het is nog vies, wijs maar die personen aan die kritiek hebben. Wat is er dat u dan van hieruit toch wel als bondsvoorzitter wil meegeven aan niet alleen het personeel van openbare werken, maar toch wel aan die gemeenschap? Dat we wat meer milieubewust worden. Okay. Er zijn bedrijven, je kunt niet voldoende die bedrijven op de voorgrond plaatsen. Bedrijven die iets doen aan een schoon milieu. Nog veel meer bedrijven dan we dachten. Maar daar moet de overheid, het ministerie van Openbaar Werken, moet nog veel meer deze bedrijven ondersteunen. Er zijn bedrijven, gek genoeg. Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld bier importeren, verpakkingsmateriaal. En dat in hun eigen land kun je dat inwisselen. Hoe je dat ding weer? Statiegeld. Je kunt statiegeld krijgen. Maar hier in ons land moet het gedumpt worden. Ik zie bijvoorbeeld Heineken, ik kan nu Heineken vast laten zien. Waarop staat dat er statiegeld is als je bij Holland gekocht hebt. Maar hier wordt hij gedumpt. Dit soort dingen. En men moet ook niet komen vertellen dat we het gaat maken. Dat is flauwekul. Niemand moet politiek bij dit bedrijf. Je moet gewoon de mensen van
van justitie, de minister van HI, moet als regel nemen, alles wat je inbrengt, je begint alvast een bepaald bedrag te storten voor zoveel rommel. En als die rommel niet is opgeruimd, dan krijg je dat geld niet. Men moet geen grappig over vertellen dat men hoe het wetten gaat maken. Dat is flauwkul. Als vakbondsleider, hoe blikt u toch wel terug naar het vakbondsjaar 2016? Teleurgesteld. In welke zin? Kijk, vele mensen vinden dat er een eenheid moet zijn onder de vakbond. Ik ben niet van die lijn. Ik vind in elk geval dat er geen verraad moet zijn. En ik vind dat men arbeiders niet moet misbruiken om enge doelen te bereiken. En dat is te vaak voorgekomen het afgelopen jaar. En de positie van de arbeiders dit jaar, hoe was dat? De financiële positie onder druk. En ik denk dat de regering, en dat is de regering verplicht, echt kaal moet plukken. Met andere woorden, men moet niet te lang wachten met corruptie dingen onderzoeken. Het is heel makkelijk als men voor andere dingen buitenlandse assistentie inroept, roept ook buitenlandse assistentie in. Dan hoeft het niet of in Holland te zijn of Amerika, want die worden als vijand gezien. Zoek eerlijke neutrale landen, Zweden, noem maar op, ik zeg maar zoiets. Ja? En laat men ons komen helpen, want het is niet eerlijk. Het land is niet van een bepaalde groep. Je mag dit soort dingen niet zeggen, want dan word je uitgescholden, dan word je uitgelachen, dan word je gesaboteerd, dan word je ondermijnd. Het land is van ons. En natuurlijk, wat mag ik op Chisani? Maar je kan toch miljonair overnight. En als dat zo is, van wie je het feit dat je slimmer bent, dan mag je slim zijn. We gaan belonen, maar niet voor 100%. We gaan belonen voor 20%. De rest moet naar de gemeenschap vloeien. Als we zo ver kunnen stijgen, weet ik zeker dat we heel goede toekomsten tegemoet gaan. En de omstandigheden waaronder het personeel of de arbeiders hebben moeten werken? Ja, wat betreft de omstandigheden. Natuurlijk kan het steeds beter. Natuurlijk. En dat betekent dat men, als men heeft gepland een x bedrag voor een bepaald traject, als men bepaalde productieprocedures heeft afgestemd, dan moet men op grond daarvan handelen. Ik moet wel zeggen dat het mij goed doet dat er nu een circulaire, ik heb begrepen, in elk geval besluit genomen is, dat die onrechtmatige overplaatsing waar we het over hadden, dat die minister dat niet heeft goedgekeurd. We zijn er niet meer in de publiciteit gekomen omdat we niemand voor de voeten willen stoten, onnodig. Maar eerlijke maatregelen, hoe vaker ze genomen wordt, hoe beter het is. Hoeveel jaren trouwe dienst? 25. U? Zelfde, 25. En van je vier? Mijn vier is witte mooi. Echt. En mijn saptakie worden, want mijn schief vaak, ja. Dus mijn vier echt lekker. Samen ik dus met Kari minister? Nou ja, ik word minister van TD. Even een vraag. Hij wordt minister van Openbaar Groen. Wat zijn je plannen als je minister wordt? Bevorderingen, ga ik aan bevorderingen werken. Iedereen krijgt bevorderingen. Op de eerste plaats. We gaan geen thee meer drinken, alleen maar bier. Dat is alles. Hoe zijn die 25 jaar gegaan? Heel lekker. En echt snel ook. Echt snel. Ik had het niet verwacht, maar het is leuk. En wat maakt het leuk hier bij Openbaar Groen? De dames zijn omringd door ons, dus het is leuk. De minister en onderminister. Uw naam? Brisbane Bhagwat Barsai. Ik ben mevrouw Brisbane. En wie had de loten gekocht? Ik. Hoeveel loten had u gekocht? Eén loten. Toen u zag dat het de nummer was, of het nummer was, winnende nummer was, hoe voelde u zich? Ik voelde het heel erg blij. Ja. Had u al een auto? Ja, ik heb 5 auto's. Wat gaat u dan hiermee doen? Ik ga mijn kleindochter geven. Ja, ja. U bent blij? Jawel, heel veel blij. Ja. We hebben 5 auto's. Jawel. Nu. Jullie gaan dit aan je kleindochter geven? Jawel. Waarom? Want ik hou van mijn dochter. En zij heeft ook niet. Dus we gaan geven. Okay. Ja. En het gaat waar? Waar wonen jullie? In Kommerwijnen. Dat gaat helemaal naar Kommerwijnen? Jawel. Kommerwijnen, ja. Daar werken, hebben we 400. Kopen jullie vaak loten? Nee, ja.
Heeft u al ooit alle loterij gewonnen? Nee, eerste keer. Ik ben al 50 jaar, maar eerste keer ben ik gewonnen. En u hebt gelijk groot gewonnen? Ja. Oké, dank u. Het was voor ons een verrassing. Ja. Dank u wel. Het scholingsinstituut voor de vakbeweging in Suriname, CIVIS, die heeft er vandaag 23 hoger kader opgeleide afgeleverd aan de Surinaamse maatschappij. Uit deze 23 hebben wij 8 vrouwen en 15 mannen. En het is de 25ste hoger kaderopleiding. We spraken achtereenvolgens met 2 geslaagden. Dat zijn mevrouw Audrey Christian, de heer Giuliano Salman en met de directeur van CIVIS, de heer Victor Jones. We voeren u naar dit verslag. Mevrouw Yvonne Audrey Christian, u hebt vandaag uw diploma van de hoger kaderopleiding van de CIVIS in ontvang mogen nemen. Hoe voelt dit moment aan? Wel, het voelt heel geweldig aan dat ik het hoger kader heb afgerond van de vakbondschool. Waarom bent u verder gegaan? Wel, voor mij is het belangrijk omdat ik al in een leidinggevende positie ben en we hebben natuurlijk alle skills nodig die een leider nodig heeft om de zaken voor het volk de belangengroepen te behartigen. Met een hoger kader diploma op zak van de CIVIS, welke functie kunt u bekleden binnen de vakbond? Ja, eigenlijk de mensen die hier zijn afgestudeerd, klaar met het hoger kader, zijn dan vakbondsleiders. Zij moeten dan leiding geven aan de vakbond. En dat is het. Verder in andere organisaties, alle pakketten die we hier hebben gedaan, kunnen toch wel in andere organisaties gebruiken. Dus deze skills zijn in alle organisaties en andere ondernemingen toepasbaar. Bent u al binnen een bond? Nee, momenteel niet. Maar dat is de bedoeling? Wel, ik moet toch wel zeggen dat ik met de personen die mij gedurende het hele traject hebben begeleid, ook andere vakbondsleiders weer aan tafel ga zitten om te kijken van op welke manier de zaken beter behartigd kunnen worden. Van de belangengroepen natuurlijk. Ja. Wat vindt u van het hele vakbondsgebeuren in Suriname, maar met name in 2016? Wel, ik moet toch wel eerlijk zeggen dat ik een klein beetje teleurgesteld ben in een aantal zaken. Met betrekking tot het behartigen van de belangen van de belangengroepen. Ik wil geen namen noemen. Dus dat ga ik dus ook niet doen. Maar ik vind toch wel dat de belangen van de arbeiders beter behartigd konden worden en nog steeds moeten worden, omdat er een heleboel zaken fout gaan waar eigenlijk de stem van de vakbondsleider en het bestuur natuurlijk ook nodig zijn. Dus met deze stroom afgestudeerden van het hoger kader hopen wij toch wel dat wij ook op de ondersteuning kunnen bieden naar deze vakbondsleider indien zij een beroep op ons doen. Heeft de politiek nog een te dikke vinger in de pap? Wat de vakbond aangaan? Ik zie toch wel dat er met betrekking tot de beïnvloeding van de politiek, dat het toch wel een rol speelt in het vakbondswezen. Als ik dus kijk dat de politiek en de vakbond toch wel, we moeten samenwerken, maar dat wil niet zeggen dat de vakbond plaats moet nemen in de politiek, want de vakbond is eigenlijk, de vakbond is er om de belangen te dienen van de mensen, van de belangengroepen. En dat komt vaker in aanvaring met de politiek of de regerende partij. En dat kan toch wel botsen. En als er verstrengeling plaatsvindt, dat maakt ook dus dat de belangen van de arbeiders toch wel verwateren. Het niet goed tot zijn recht komt. Maar wat wilt u persoonlijk gaan betekenen binnen het hele vakbondsgebeuren? Wel, dat is wat ik zei. Ik wil een verschil uitmaken. En niet alleen ik, ook alle andere vakbondsleiders die hier zijn afgestuurd. Wij willen een verschil uitmaken. Wij willen maken dat er toch wel verandering komt, vernieuwing komt in het hele vakbondswezen. De vakbondsleiders die er zijn geweest, hebben ook allemaal hun taak volbracht. Ze hebben het beste ook eruit gehaald. De goede, over de goede heb ik het. Maar
we moeten dus verder gaan. En als we dus kijken dat alles verandert, de wereld verandert, de globalisatie die plaatsvindt, moet je je toch wel aanpassen aan de omstandigheden, aan alle veranderde situaties die momenteel nu ook hier in Suriname plaatsvinden. Dus wij moeten toch wel andere strategieën bedenken om de belangen te kunnen behartigen. Ziet u tenminste één huidige vakbondsleider die thans bijvoorbeeld in de voetsporen treedt van Louis Doedel naast wiens kopstuk in u staat? Jawel, voor mij is een visionaire leider is onze vakbondsleider, de heer Lloyd Reed. Ik zie hem, hij is een integere vakbondsleider die strijdt voor de belangen van de arbeiders, ze erbij betrekt. En op de eerste plaats daar is niet voor zichzelf, maar voor de belangengroepen. Ik zie successen. De successen die deze vakbondsleider heeft geboekt de afgelopen jaren, zal ik ook als voorbeeld nemen om ook die successen die hij heeft geboekt te kunnen boeken. Heer Giuliano Salman, u heeft thans uw hoger kader, CIFES diploma op zak. Wat gaat u daarmee doen? Nou, ik zal mijn bijdrage leveren aan dit land Suriname. Omdat we zien ook de situatie in Suriname qua werk, qua organisaties. Toch dat het zeer belangrijk is dat je opkomt, toch, voor belangen van gemeenschap, werkers. Het is zeer belangrijk. Voor ons is het is zeer belangrijk, omdat eigenlijk men, soms denkt men dat eigenlijk het een aanval is, dat we eigenlijk bedrijven eigenlijk, men lust de vakbond niet. Maar het is juist eigenlijk dat wanneer de vakbond er is, toch, dat je eigenlijk behoud van eigenlijk werk, toch, hebt. Zodat mensen gegarandeerd zijn voor een goed leven bestaan. Toch? Bent u al bij een vakbond aangesloten? Nee, ik ben niet bij een vakbond aangesloten. Ja. Maar wat is de bedoeling? Het is wel de bedoeling zolang de gemeenschap mijn krachten nodig heeft. Als de werknemers mijn krachten nodig hebben, dan ben ik wel bereid om die job te vervullen. Toch naar eer en geweten. Wat vindt u van onze huidige vakbond en de manier hoe ze optreden? Nou, het kan beter, zeg ik altijd. Toch? Er komen steeds nieuwe dingen bij. Je hebt wel dat je die eenheid mist. Toch? Er wordt zoveel gesproken. Ik vind dat het, wanneer het zover is dat het qua werknemersbelangen komt, dan moeten we niet gaan kijken. Want dat zie je duidelijk. Toch, dat de politiek daar zo is en dan heeft de ene andere mening en de andere weer. Toch, het moet duidelijk zijn wanneer je eigenlijk opkomt voor werknemers, toch, dat jouw taak is. En dan moet je die andere pet, toch, je moet er weten, mee weten om te gaan. U staat er naast Louis Doedel. Ziet u tenminste één huidige vakbondsleider die in de voetsporen treedt van Doedel? Nou, ik mag trots zijn dat ook mijn, ik zag mijn om meneer die mij heeft ingeschreven en mij op de vakbondschool heeft gezet, toch, voor mijn vorming. De heer Riet, toch, voor mij een voorbeeldfiguur is, dat hij ook in de voetsporen zit en duidelijk opkomt voor vakbondsrechten en die rust, toch, dat er is. Wat was vooral voor u een eye-opener bij deze hoge kaderopleiding? Nou, als je kijkt de situatie nu, toch, er komen steeds nieuwe dingen erbij, toch, en vooral nu economie is een zeer belangrijke vak, toch. Je moet up-to-date zijn, omdat je moet, zodat je kan handelen, toch, om successen te boeken voor je werknemers. Ja, voor mij ook, althans omdat ik ook basha ben van een dorp. Is zeer begrepen dat leiderschap daar belangrijk is, toch? En dat je moet weten, je rechten, je plichten, toch? Is zeer belangrijk. Weten we dat wel vaak genoeg, onze rechten en plichten? Nou, als ik kijk, zie je wel dat eigenlijk werknemers meer trekken aan rechten, maar vergeten wel de plichten. Dus sowieso, kijk, als er geen werk is, dan hoor je roko no de, toch? Die plichten moeten er zijn. Maar arbeiders, wordt het steeds moeilijker voor hun? Ja, als je ziet de omstandigheden waaronder arbeiders moeten werken, toch, vind ik dat het beter moet.
toch? Het moet een samenwerking zijn tussen werkgever en werknemer, toch? Want het is een win-win situatie. Heer Victor Jones, CIFES directeur, de afsluiting van de hoger kaderopleiding. De hoeveelste is dit? Dit is de 25ste hoger kader. En hoeveel vakbondsleiders in SPE hebben jullie vandaag afgeleverd aan die gemeenschap? Vandaag hebben we 23 afgeleverd, waaronder, als ik even mag spreken, 8 vrouwen en 15 mannen. Hoe is het gegaan met de opleiding? Nou, laten we er dit van zeggen. Vanwege het feit dat zaken iets wat moeilijker zijn geweest dit jaar, hebben we wat moeten inkorten. Waarbij wij tijdens de evaluatie hedenochtend tot de slotsom zijn gekomen dat het niet alle docenten gelukt is om alles dat ze graag hadden willen behandelen. Maar desalniettemin hebben we datgene dat we gepresenteerd hebben toch wel op een kwalitatief hoog en goed niveau kunnen bewerkstelligen. Maar in korte betekent dat de kwaliteit wel gewaarborgd is gebleven? Helemaal, en daar ging het allemaal om. Vanwege het niet op tijd ontvangen van de subsidies het haast afgelopen jaar. We hebben in feite of tot nog toe de helft van de subsidies welke ons was toegezegd, dat al verminderd was ontvangen. Dus je moet begrijpen dat we hier en daar hadden moeten aanpassen, inkorten, knippen, om toch nog als dienende organisatie, als dienende instituut de gemeenschap toch te dienen. En als we toch de balans opmaken, zijn de mensen dik tevreden. Zijn de CIFES-opleidingen in gevaar, heer Jones, vanwege het ontbreken van de subsidies of niet op tijd voldoen daaraan? Ja, gevaar tussen aanhalingstekens. Laat mij u zeggen dat wij gesubsidieerd worden door de overheid, dus 100% subsidies. Natuurlijk proberen wij alles in het werk te stellen om toch nog de zaak draaiende te houden. We gaan de uitdagingen aan. Wij proberen zo creatief mogelijk, zo inventief mogelijk te zijn. Waar vele instituten hun deuren hebben dichtgedaan en opleidingen hebben stopgezet, hebben wij gezegd van nee. We kijken naar alternatieve manieren, naar alternatieve mogelijkheden om toch nog te redden wat er te redden valt. En toch nog zeker, zoals ik daar eerder aangaf, want daar gaat het allemaal om. Een stukje kwaliteit, dat moet gewaarborgd blijven. Wat geeft u de geslaagde mee? Nou, ik heb aangegeven dat we over 2 weken, uitgaande van onze culturen, onze gebruiken, dan zal ieder op zijn of haar knielen vallen om hun persoonlijke wensenpakketten, zoals we dat elk jaar gewoond zijn in Suriname, te doen. Maar laten ze zich dit jaar niet alleen maar focussen op het materiële, maar het immateriële ook meenemen. Hun gedrag, hun houding, hun persoonlijkheidsontwikkeling, persoonlijkheidsgroei. Laat ze op zoek gaan naar hun competenties en dat uitbuiten. Want het zijn de competenties die ervoor zullen zorg dragen dat ze in staat geacht zullen zijn om de materiële zaken te kunnen bewerkstelligen. Dus dat was er één van. Aan de andere kant heb ik een schets gegeven van hoe moeilijk we het hebben en dat het steeds moeilijker wordt. Maar juist onder die moeilijke omstandigheden zullen we nu al en in de toekomst zullen ze hun vakbondstaken moeten verrichten. En dat er ook niet alleen maar vanuit de vakbeweging, maar ook vanuit de werkgever, vanuit alle organisaties waar ze deelgenoot van zijn, zal er een zware wissel op ze getrokken worden. Vandaar ook dat wij ze niet alleen maar klaargemaakt hebben om vakbondswerk te doen, maar we hebben ze klaargestoomd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. En tot slot is ook aangegeven dat ze niet alleen maar
vragen en smeken naar meer. Maar dat ze ook moeten proberen zoveel als mogelijk te geven. Want we vragen heel veel en we geven veel te weinig terug aan de samenleving. Dus dat was mijn grote boodschap, of mijn boodschap in grote lijnen. De 32-jarige Sherilyn L. heeft op 14 december van dit jaar bij een steekpartij verschillende steekverwondingen opgelopen aan haar lichaam. De politie van Latour werd via de centrale meldkamer ingeschakeld voor een steekpartij op een adres in het resort. Daar aangekomen werd het slachtoffer aangetroffen. Ze verklaarde dat haar ex-vriend Donovan A., 32 jaar oud, haar de steekverwondingen heeft toegebracht. Aangezien zij veelvuldig ruzie kreeg en mishandeld werd door de man, bracht zij 3 maanden geleden een einde aan die relatie. Op 14 december kreeg ze onverwachts bezoek van Donovan. Hij kwam de woning binnen en eiste alles op dat hij haar heeft gegeven. Ze weigerde, waarna hij naar de keuken liep en een fles wijn leeg dronk. Hij gooide de lege fles naar haar toe, maar zij kon tijdig uitwijken hiervoor. Hij greep vervolgens naar een scherp voorwerp en bracht haar steken toe aan haar lichaam. De verdachte had voor de komst van de politie de plaats reeds verlaten. Per ontboden ambulance is het slachtoffer afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling is ze heen gezonden en verwezen naar een specialist. Het doorgangscentrum Opa Dooley die heeft er vandaag hun voorlichtingsproject gelaunched. En het gaat om filmpjes met een boodschap die allemaal het jeugd rakende is voor wat jeugdcriminaliteit aangaat. Het moet het jeugd tot andere gedachten brengen om die pad niet op te gaan. We spraken hierover met Danielle Beeldsnijder van Wind. Zij is coördinator van Jeugd Doorgaanscentrum Opa Dooley, die toch wel veel meer vertelt over dit project. Het filmpje die is er vandaag voor een geselecteerde groep, waarin ook scholieren zaten, gelaunched in CCS. Danielle Beeldsnijder van Wind, coördinator Jeugddoorgangscentrum Opa Dooley. Welk project hebben jullie vandaag hier gehad in CCS? We hebben vandaag gehad de launch van ons preventieproject, waarbij we outreach te werk gaan. We hebben een aantal videoproducties die we op social media zullen verspreiden. Het gaat om voorlichtingsfilmpjes die geproduceerd zijn door jongeren, waarin jongeren acteren. En ja, hoe kan het ook anders? De jeugd staat centraal bij dit project. We willen de verruwing onder de jeugdcriminaliteit terugdringen. En we hebben gedacht, op welke manier kunnen we dat doen? Wat interesseert jongeren tegenwoordig? En we hebben gemerkt dat ze veel bezig zijn op social media. En deze producties zullen dus verspreid worden all over social media. Hoe is dit project tot stand gekomen? Het is een initiatief geweest van het jeugddoorgangscentrum Opa Dooley onder mijn leiding. Waarbij we dus, we krijgen de jongeren in het centrum, we merken de verruwing. En we hebben toen gedacht aan een nieuwe strategie om de criminaliteit terug te dringen. En we hopen van harte dat we met de samenwerking, medewerking van partners en van iedereen in die samenleving dat doel kunnen bereiken. Ja, door wie worden de filmpjes gemaakt? Wie acteert daarin? De acteurs die zijn gerecruiteerd via Facebook. We hebben producties van ze gezien. En die heten de Su Comedy All-Stars. Serge Dion en Marcel Breinburg, die zijn de voortrekkers van de Su Comedy All-Stars. Wat is de boodschap die in de filmpjes zit? De boodschap is genomen uit de meest voorkomende delicten die we in de jeugdcriminaliteit tegenkomen op de werkvloer. Diefstal, zeden, roof, roofmoord. En die boodschappen brengen we maar altijd met de positieve boodschap erbij. We bieden de keuzemogelijkheden. En daarnaast zijn we dus in ons dagelijks werk ook om de begeleiding op ons te nemen. Maar justitie heeft de kinderen het liefst buiten justitie. Vandaar dat we dus
ook preventief te werk gaan. Als coördinator, waarover maakt u zich het meest zorgen als het toch wel komt op jeugdcriminaliteit? Ik maak me zorgen om de verruwing, om de verharding. Dat is wat ons allen in de branche zorgen baart. En vandaar dat we initiatieven ontplooien, nieuwe strategieën opzoeken, methodes bedenken om die verruwing tegen te gaan. En hoe moet dit de jongeren bereiken? De films bedoelt u, die worden via social media en andere mediabedrijven verspreid. We hebben flyers, we zullen ook promo's uitvoeren tot en met februari volgend jaar in de binnenstad en andere hotspots waar jongeren bij elkaar komen. We denken aan de Hermitage Mall onder andere, waar onze jongeren vaker negatief in het nieuws zijn gekomen. Dus we willen de positieve draai gaan geven aan die plekken waar jongeren komen vanwege een andere approach van jongeren. Hoe zal er geëvalueerd worden of het heeft gewerkt of niet? SU Comedy All-Stars is daarvoor ook aangetrokken. Zij zullen vanuit social media voor ons natrekken. Hoeveel likes zijn er geweest? Wat zijn de comments allemaal geweest? En als we die verzameling hebben, dan gaan wij kijken of ons project is geslaagd. Als ik kijk naar allen die hebben toegezegd, dan moet ik zeggen hoe ons project is geslaagd en hoe we verder zullen gaan. De financiering, van waar komt die? Van de partner, de UNICEF, gelukkig maar. Als je geen partners had, dan was het op dit moment niet zo mogelijk geweest voor ons om het uit te voeren. Vanwege het tekort aan financiële middelen bij de overheid. Maar de UNICEF die heeft dit project volledig gefinancierd. Waarvoor we natuurlijk heel dankbaar zijn. En daarnaast zijn er ook andere donoren geweest en partners. Zoals het CCS die de locatie kosteloos ter beschikking heeft gesteld. Libby Makandra bij wie we mochten filmen. Okay. En zo zijn er nog een aantal partners. Wat kost dit project en waarin zitten de overheidskosten? De overheidskosten zitten natuurlijk in de productie. En het bedrag is een x-bedrag in US dollars. Ik denk niet dat we zo moeten vallen om wat het project kost. Het gaat ons meer om het doel dat we willen realiseren. Als u dit moment aangreep om toch uw boodschap door te brengen naar de jeugd van Suriname, wat zou dat zijn, mevrouw Beeldsnijder? Ik zou het eerst zeggen, let op de keuzes die je maakt, want die bepalen je toekomst. Wij hebben met de films die zo strakjes zullen verschijnen, de aanzet gegeven ook om te kijken naar wat wij zien op de werkvloer. Om aan jongeren te leren, zeg, dit is de harde realiteit als je deze keuzes maakt. Maar er zijn zoveel andere. Daarnaast, buiten de filmpjes, zijn wij er ook als er vragen zijn, als je hulp nodig hebt. Kom naar ons toe, we zijn er niet alleen om je te vervolgen, om je in te sluiten en je daarna te begeleiden. We zijn er ook om te voorkomen dat je binnenkomt bij ons. Goedemorgen. Wat is jouw naam en hoe oud ben jij? Ik heet Saïra en ik ben 9 jaar. Ik ben 11 jaar. En van welke school zijn jullie? We zijn van de Oranje School. Okay. Je hebt net een filmpje binnen mogen kijken. Wat heb je gezien? Dat een jongen, hij had last van een andere jongen. Dus hij wou die andere jongen dingen gaan doodmaken. Maar toen heeft hij zijn matties gebeld. Daarna is hij gegaan. Het kwam door dat hij ging dromen. Ze is wakker geworden. Hij is direct geschrokken en dat hij dit niet moest doen. Dus hij is direct zijn huiswerk gaan leren. Wat heb jij hieruit geleerd uit het filmpje? Je moet niet doodmaken met mensen. Wat heb jij geleerd? Ik heb eruit geleerd dat je anderen niet moet doodmaken. Het is niet goed. Je kan belanden in een gevangenis. En als je een probleem hebt, wat moet je altijd doen? Vertellen aan de ouders. Of aan de leerkrachten. Of aan de leerkrachten die je op school hebt. Een gemengde politieeenheid heeft vanochtend op twee verschillende adressen in Uitvlucht en Kasaba Ollo een grote hoeveelheid smokkelwaar in beslag genomen. Op beide adressen zijn er personen aangehouden, waaronder een douanier en een medewerker van de Economische Controledienst ECD. Er is ook een illegaal vuurwapen aangetroffen op een van de adressen en vervolgens in beslag genomen.
Na intensief speurwerk zijn de twee locaties die vermoedelijk aan één persoon toebehoren in beeld gebracht. Vanochtend pleegden de eenheden simultaan een inval op beide adressen. In Kasaba Olo is een groot aantal dozen met chocola en sigaretten van het merk Capital in beslag genomen. Dit terwijl bij een magazijn in Uitvlucht een grote hoeveelheid alcoholische dranken en sigaretten van het merk Tradition eveneens in beslag zijn genomen. De politie onderzoekt deze zaak verder. Surinamers geven terug aan Surinamers. Zo verwoordt Major Phyllis Thomas, Regional Commander van het Leger des Heils Suriname, de kerstpakkettenactie 2016. Het is allemaal begonnen met de kerstcollecte bij de potten van het Leger des Heils. En met die gelden worden er dan levensmiddelenpakketten samengesteld voor Surinamers. In Paramaribo zijn dat ongeveer 2000 personen die blij gemaakt zullen worden met een pakket van het Leger des Heils. En daar hebben wij ook nog Nikeri die dit jaar bedacht zal worden. We voeren u naar het vraaggesprek welke wij voerden met Major Phyllis Thomas, Regional Commander van het Leger des Heils, over hun kerstpakkettenactie. Mayor Phyllis Thomas, Regional Commander of Leger des Heils Suriname. It's that time of the year again. Yes, we are so, it's hard work, but we are so happy that, you know, we were able to help, you know, serve the people. And I want to start by saying thank you to Suriname. You remember we spoke recently, I said I was a little bit nervous, but I was not, you know, worried about people will come. And they did come on board, and we are so grateful. People from all, you know, sides of the society have responded. And today we were able to start in Paramaribo. And you see, the people are joyful receiving their packets. And early next week, I'm moving to the countryside. And on the 20th of December, I will be in Nikeri. Make sure that everybody gets the same package with the same quality. We don't put it smaller, because people are saying that because we have problem in the country, give them a smaller packet. No, no, no. It's not the way the Salvation Army functions. The same quality, the same thing. I am so grateful. And I want to say, it's not a Salvation Army thing. It's not the Salvation Army helping the people. It's Suriname helping Suriname. So don't thank me. Don't thank the Salvation Army. We are just serving. We thank the people of Suriname for taking care of their own people. Yeah. How many people from Paramaribo got the packet today? Our aim is to serve 2,000 here in Paramaribo. We seem to be on our way to do that. We are here until 4 o'clock today, so we'll see exactly. My biggest joy is after the last person comes, I still have one packet left. I'm happy. If I have one packet left after everybody is served, I say everybody gets something. It's what we are. We are with move. And how many people in Nikeri? Nikeri, now they are still registering there. I don't know. Last year we gave 600. So we don't know how it's going to be this year, because the people are very smart. Those who come for the packets are those who need the packet. So if, for example, we have 500, it's 500 we needed it. Our job is to give those who come for it. They register for it, they come for it, and we have a good amount of people we go to their house. Those who are shortings, for example, who cannot come, we know them, so we go and give them the packet themselves, because we don't want them to be under the sun and stuff like that. We help them like that. Yeah. And how many people registered here in Paramaribo for a packet? As I said, I think it is close to 2,000, about 2,000 people. And is that what you wanted? Not really. What we want is, we are serving the people. Whoever has a need, we want to serve the people. But my aim is not to have to give a fish. I want to teach them to fish, is what I want in the future. But while we are doing that, those who are in need, we are helping them. And we have our programs, that's why we have our programs in the country. Those who have needs for training, we train them to get a job. And then some of them come back to help us doing the same thing here. Is a whole process we have, and then we are helping people to get better in life. While we are doing that, if they have a need, we solve the need. And what is the amount
of money that you guys got still now from the Kerspotta actie? We wanted to raise 300,000. I was closing yesterday, we were still below 200,000. But remember, we are until 24th of December, and the people are still giving. So at the end of the month and beginning of next month, I will be able to look at the book and go to DSB and see exactly how much money we have there. The only thing that we don't want to leave anybody behind, we are serving like this. And by this afternoon, it might be more than 200,000. It depends because the people are still collecting money. Yeah. And, yes. Do you see every year a growth in the people that is needy for a packet? No. There is a shift, I would say. There is a shift. But there is no growth. Like you see, more people in it. No, I don't see that. Surinamese are very smart people. Like, they know exactly where to turn when they have a need. And the need is not only for food all the time. Some of the needs are for counseling. Some of the needs are for other things. But it's a family. When you come to me, we are family. When you come to me, last year you need a tomato, this year you need a cassava. It's not the same thing. So we are better off, no matter how you see it here, we are better off than many countries in the Caribbean. Many countries. And we are blessed people. And we take care of ourselves. And there is no fighting. Look at the way it is. There is no fighting. They come to the Salvation Army, then they're going to get what they need. And I call the people to say, please help us to do that. And they do it. Yeah. They do. And what is it? What do we have in the packet? The same, I think it's 10 items they have. Surinamese feed Surinamese. I am not packaging anything. I ask the experts to put it, what you know Surinamese need, what they love to eat. And I go to Combimat and other places. I said, make the nicest package you can make. And they give it to that. And for the past 5 years, they have been making it. And the people, it's very tasty. And they love it. What is the message behind this day? The message is joy is a must for this Christmas. Make sure we are joyful and we pass it on to other people. Don't care about the hardness of the country or whatever is happening. We still have each other. We still have sunshine. We are still good people loving each other. And if we had 10 last year, we have 5 this year. We eat it together and we have joy is a must. And the second thing I want them to remember, serving is not a duty, it's a privilege. Whenever we can serve somebody, we say, thank you, Jesus. I am healthy, I can serve somebody. If somebody comes to your door to ask for some help, you don't say that it is a problem you come to give me. No, no, no. You give me a privilege to serve. I am happy about that. A smile. And when you leave my presence, you have a smile on your face. Robert Penu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op vrijdag 16 december, dus vandaag, geld gedoneerd aan 9 sociale instellingen. Elke instelling mag een bedrag van 2000 SRD ontvangen uit handen van de minister. De bewindsman deed deze donatie om de instellingen een steun in de rug te geven en ook vanwege het feit dat zij zich ontfermen over kinderen die door de ouders in de steek zijn gelaten of verstoten zijn omdat zij besmet zijn met HIV. De onderwijsminister zegt dat hij met deze donatie de opdracht van president Desi Bouterse uitvoert, namelijk inhoud geven aan het sociaal programma van de regering. Deze donatiegelden zijn afkomstig uit het bedrag die de ministeries kregen voor geschenken aan zakenrelaties. Het is nuchter denken en weten wat wij willen voor de samenleving. We moeten prioriteiten stellen en nagaan waar wij het geld beter kunnen inzetten, zodat er welvaart en welzijn is. Wij kunnen ons land gezond maken. De ontwikkeling moet niet worden stopgezet, zei de minister. De onderwijsminister maakte ook kenbaar dat de tehuizen een beroep op het ministerie mogen doen voor onder andere professionele huiswerkbegeleiding dat afhankelijk zal zijn van het niveau van het kind. Deze sociale instellingen moeten dan een brief richten naar het ministerie, mede met een profielbeschrijving van wat voor kracht er nodig is om de behoeften van de instelling te voorzien.
Het gaat in deze ook om pedagogen en vakleerkrachten. Belangrijk is wel dat de presentielijsten moeten worden ingetekend en ingeleverd op het ministerie. De sociale instellingen die een donatie ontvingen zijn Stichting Claudia A., Stichting Roemas, het Parelhuis, Huizencampagne, de Kennedy Stichting, Kinderhuis Ramot, Kinderhuis Samuel, Stichting Huizen Betaliada en Kinderhuis Odonetti.